Ik heb een geheim YouTube kanaal en ik weet zeker dat jij er niet op durft te abonneren. Dus check de bovenste link in de beschrijving. Er komen video's aan waarin ik onderzoek doe naar serie. En geloof me, ik ga erachter komen hoe ze eruit ziet. Dus abonneer alleen als je geen bangerik bent. Stel voor abonneren lukt niet. Je drukt op de abonneerknop, maar daar... Ja, dan ben je gewoon een bangerik. Probeer het maar. Oh ja, en like deze video voor 10 dagen extra geluk. En negeer voor een spin in je haar. Ah, gelukkig heb ik een pet op. Deze sms'jes zijn eng. Kijk eens op mijn eigen risico. Chantal! Ja, Elise? Ik ben bezig met mijn werkstuk over mythes, legendes en creepypasta's. Gaaf, kan ik je ermee helpen? Vraagt Chantal. Eigenlijk wel. Mag ik ze aan je vertellen en dan zeg jij mij wat je ervan vond? Kom maar door. Ik begin mild, zegt Elise. Er zijn tegenwoordig veel creepypasta's. Van Laughing Jack tot Jeff the Killer tot Slenderman tot Granny. Ga zo maar door. Een heleboel, zegt Chantal. Alleen één van de eerste was toch echt... Eyeless Jack. Oh nee. Er is weinig over hem bekend. Alleen dat hij een masker draagt. En wat nog meer? En er mega eng uitziet, zegt Elise. Oh my gosh, dat is het engste masker ter wereld. Check die ogen. Oh snap, hoe zou die eruit zien zonder masker? Oh wow, dat is inderdaad mega eng. En laat me raden, je hebt een foto zonder dat masker, zegt Chantal. Misschien, antwoordt Elise. Laat zien, zegt Chantal. Oké, je gaat spijt hebben, valt mee... Oh my gosh, oké, laat maar, ik heb spijt. Oh, wat ziet hij er creepy uit. Hij kan beter zijn masker ophouden. Sorry, geen belediging. Oké, je hebt gelijk, een beetje spijt, zegt Chantal. En dit was nog maar mild? Dit was alleen maar een opwarming voor wat komen gaat. We beginnen nu pas, zegt Elise. Oh my gosh. In 1966 werd de politie gebeld wegens een vreemde waarneming. Een koppeltje zou 's avonds een vreemd mensachtig wezen hebben gespot met vleugels en rood gloeiende ogen. Waar gaat dit heen? De dagen na deze melding waren er steeds meer mensen... met een dezelfde soort melding bij de politie. Het wezen zou lang, breed en snel zijn. Half mens, half mot. Dat is hoe mensen hem beschreven. Mot, zegt Chantal. Zo'n vliegend klein insectje, zo'n beestje. Ja, dat is een mot. Ja, nu lach je. Maar stel voor dat zo'n beestje 2 meter lang is. Oh ja, dan is het anders, zegt Chantal. Dit alles speelde zich af in West Virginia en is al tientallen jaren geleden. Dus lang geleden hebben mensen hem voor het eerst gezien. Het koppeltje werd ondervraagd door de politie en moest het wezen proberen na te tekenen. Dit is wat ze tekende. Dat is Mothman? Oh my gosh, dat's creepy. Oh, is dat wat ze zagen? Vraagt Chantal. Je denkt misschien dat ik dit verhaal bedenk, maar... Mothman is een legende die heel de wereld en vooral Amerika op zijn kop heeft gezet. Kan ik me voorstellen. Er is zelfs een standbeeld in West Virginia geplaatst, ter ere aan het koppeltje en hun verhaal. Oh my gosh. Dus dit verhaal bestaat echt. Ik bedoel meer van... Er zijn dus schijnbaar veel mensen die erin geloven, anders staat er geen standbeeld. Wauw, dat standbeeld is alleen al creepy. Oh wauw, het is inderdaad een bestaand verhaal. Maar er is meer bewijs dan alleen een tekening en standbeeld, toch? Absoluut, zegt Elise. Maar daar komen we straks op. Oh, come on. De populariteit van Mothman is gestegen door de jaren heen. Steeds meer mensen hebben hem gezien. En steeds meer mensen willen hem zien. Er is zelfs speelgoed van Mothman te koop. Wow, dat is sick! Oh my gosh, die moet ik hebben. Bij genoeg likes ga ik hem proberen te vinden. Oh wow, is het serieus zo populair? Vraagt Chantal. Dit is een bekende creepypasta. Mythe, legende, whatever. In de stad waar Mothman voor het eerst is gezien, is er een museum volledig in het teken van hem. Oh my gosh, het Mothman Museum. Vol met bewijsmateriaal als ik het zo zie. Oh, daar zou ik echt naartoe willen. Dan weet je gelijk meer over het wezen en of die eventueel bestaat. Dat is goed voor als je er niet of wel in gelooft. Het Mothman Museum staat vol met aantekeningen van de politie. Officieel bewijsmateriaal en materialen die in de film zijn gebruikt. Film? Welke film? Vraagt Chantal. Wegens de bekendheid van de legende is er een film over Mothman gemaakt. Oh my gosh, nu heb ik weer een reden om niet te kunnen slapen voor een aantal nachten. Ik wil die film zien. Maar dat gaat dus echt over dat mythologische wezen. Omg, wat een enge filmposter. Maar als het zo bekend is, dan kan het toch niet volledig zijn verzonnen, vraagt Chantal. Geen idee. Maar Mothman heeft veel fans. Wauw, zelfs fans die zich als een verkleden? Omg, een kostuum van Mothman. Wauw, en nog een dude. En dit kostuum is wel een stukje enger. Wauw, dit is bizar, zegt Chantal. Maar waar is het bewijs? Is er geen foto van hem of zo? Maar ik kan me zo voorstellen dat je wel toe bent aan wat bewijs. Precies wat ik zei. Zeker, zegt Chantal. Dit is de meest recente foto van Mothman. Oh my gosh, dat ziet er realistisch uit. Wacht, valt hier nou de persoon aan die de foto maakt? Oh, die ogen. Het lijkt inderdaad op een mens en een mot. Deze foto is gemaakt door een nachtbewaker in de buurt van West Virginia. Mothman zijn woonplaats. Na deze foto is er nooit meer wat van de bewaker vernomen. Omg, zegt Chantal. Maar omdat Mothman half mens, half mot zou zijn, kan hij zichzelf door middel van vleugels verplaatsen. Daarom wordt hij soms op vreemde plekken gespot. Oh!
Oh my gosh, ik schrok. Dit is gewoon op klaarlichte dag. Is dit echt? Om gewoon in iemand zijn achtertuin? Overdag, vraagt Chantal. Mothman is half mens. Die houden van een zonnetje op zijn tijd. Touché. De legende leeft al sinds 1966. Dus of Mothman nog bestaat? Wie weet. Oké, dit was eng. Ik kende deze legende helemaal niet. Maar super interessant, zegt Chantal. Thanks! Maar ik heb meer. Meer? Mothman kende je dan misschien wel niet. Maar deze foto ken je misschien wel. Wauw, dat is een grote voetstap. Een Bigfoot step. Ha, ik weet het al. Omg, is dat niet bewijs voor het bestaan van Bigfoot, zegt Chantal? Correct, deze foto is vrij recent. Maar er is meer informatie. Wat Bigfoot precies is, daar verschillen de meningen over. Een aapman, een gigantische beer. Wat je ook gelooft, Bigfoot heeft veel fans. En is populair tijdens Halloween. Oh my gosh, oké, dat is een kostuum. Gelukkig is het een kostuum. Want dat was best wel eng. Omg, wat een geniale Bigfoot outfit is dat, zeg. Zegt Chantal. Waarom veel mensen het bestaan van Bigfoot ontkennen, is omdat de meeste foto's wazig en matig zijn. Zoals, vraagt Chantal. Zoals deze, zegt Elise. Wow, oké. Je ziet inderdaad wel iemand zitten daar, man. Lijkt op een soort van aapmensding iets. Omg, ik zie wel een hoofd met oogjes. Alleen wat het is, zie ik niet goed. Of deze. Oké, die zie ik wel goed. En dat is het ding. Bijna zo goed dat je juist denkt dat het nep is. Zeg maar, als een foto te goed is, ga je ook denken van ja, dat kan niet. Omg, die is stukken helderder. Maar is dat niet gewoon iemand in een kostuum? Snap je? Dan trek je het gelijk in twijfel. Dat is het probleem met Bigfoot. Zijn uiterlijk is gemakkelijk na te bootsen met een kostuum. Maar toch wat. Er zijn veel plekken in Noord-Amerika waar waarschuwingsborden staan. Hoe bedoel je, vraagt Chantal? Zoals deze. Wow, is dat serieus gewoon een waarschuwingsbord voor wandelaars die uit moeten kijken voor Bigfoot? Of deze hier? Wauw, alsjeblieft geef Bigfoot niet te eten. Je maakt een grap. Is dat echt gewoon om mensen, zeg maar, veilig te stellen? Of is dat meer om een beetje... Of dit is om toeristen te trekken? Oh ja, het kan dus ook zijn dat het er gewoon staat, dat zegt Elise dan tenminste, om toeristen te trekken. Maar Bigfoot is zo bekend, dat zelfs in games hij naar voren treedt. Oh ja, dat is in Fortnite. Oh, wat grappig. Oh, Bigfoot in Fortnite, man. Hé, dat ziet er best wel dope uit. Oh, dat is zo gaaf. Net zoals Mothman is hij op veel plekken. Klopt, zegt Elise. Er was zelfs een man die beweerde... Die wat beweerde, vraagt Chantal. Die beweerde Bigfoot te hebben gevangen. Wat? Oh! Oh my gosh, dat ziet er realistisch uit. Ik zie wel echt een Bigfoot in een kooi. OMG, dat is zo creepy, zegt Chantal. Dat kan niet echt zijn. Dat was het wereldnieuws, right? Toch? Of dit waar is, dat betwijfelen de meesten. Maar het is opvallend. Heb je meer verhalen? Vraagt Chantal. Jawel. Fortnite? Dat is gewoon een spel, zegt Chantal. Ja, maar je kan er mappen spelen van andere mensen. He, je voert dan een code in en je spant dan in een creative map. Oké, zegt Chantal. Ja, ik heb daar wel eens van gehoord. Verhalen gaan dat als je daarbij de code 000000000 invoert, je een horror Fortnite wereld betreedt. No way, zegt Chantal. Een horror Fortnite wereld? Er zijn weinig screenshots, want de meeste mensen waren te bang om die te maken. Weinig. Maar er zijn dus wel wat. Ja, zegt Elise. Oké. Oh, wat? Hé, maar dat ziet er wel uit als Fortnite, man. Alleen je ziet niet al die gaming-icoontjes, zoals de healthbar en zo. Omg, no way, is dat echt in Fortnite? Oh, jawel, zegt Elise. Kijk maar. Oh, daar wel. Oh, je ziet inderdaad echt die. Je ziet echt al die icoontjes. Omg, wat is dat voor eng spook iemand? Er is weinig over de map bekend. Behalve dat wanneer je erin zit, je er direct weer uit wilt. Kan ik me voorstellen. Zo creepy. Ik wil die map nooit spelen, zegt Chantal. Maar Roblox kan er ook wat van. Roblox? Er gaan verhalen over een verwijderde Roblox-speler genaamd Nim. Nim? Waarom is hij verwijderd dan? Vraagt Chantal. Volgens het verhaal heeft Roblox die reden nooit met de buitenwereld willen delen. Maar Nim kwam terug. Terug? Vraagt Chantal. Nim zou zijn eigen spel hebben in Roblox. En alleen mensen die dat spel joinen, zien Nim. En hoe ziet hij eruit dan? Vraagt Chantal. Nou, deze foto is door een speler gemaakt. Lang geleden. Oh my gosh, wat is dat, man? Er zit iemand in het donker, zeg maar, echt op zijn bil. Omg, hij zit in een hoekje in het donker, zegt Chantal. Ja. Nim zou verdrietig zijn omdat zijn Roblox-account was verwijderd. Maar ook... boos. Boos, vraagt Chantal. Als je te dicht bij Nim in de buurt zou komen, dan haalt hij zijn vriendin. Zijn vriendin? Lacht Chantal. Ja, zegt Elise. Oh my gosh, dat is een enge vriendin. Ze ziet er echt zo uit van, hey, ik ga jou in de soep gooien. Oké, dat is super duper mega creepy, zegt Chantal. Maar die vriendin, wat doet hij dan? Ja, inderdaad. Ik bedoel, ze kan er eng uitzien, maar nou en. Hetzelfde wat er volgens het verhaal ook bij Nim is gebeurd. Je Roblox account verwijderen.
Om genee, zegt Chantal. Er bestaat ook een creepypasta over een Roblox-spel. Een spel, zegt Chantal? Speel dit niet, heet het spel. Wat? Om, een spel wat zegt dat je het niet moet spelen? Slechte reclame. Maar wel eerlijke reclame, zegt Elise. Hoezo dat? Want door wie dit spel is gemaakt en wanneer het is gemaakt, dat weet niemand. Alleen het eerste wat je ziet als je joint is dit. Oh, wow, dat is een best wel enge lege kamer. Een lege kamer? En dat is waarom je het niet moet spelen, zegt Chantal. Boring. Nou, na 2 minuten spant er iemand in die lege kamer. Wie dan, vraagt Chantal. Oh my pepperoni met koude kaas. Oké, nu snap ik waarom je dit moet je niet spelen. Het is, heeft ineens een wending aangenomen dat je zegt van, ik snap het wel. Misschien toch goed om te luisteren naar de titel van het spel. Speel dit niet, zegt Chantal. Nog een verhaaltje, zegt Elise. Ik ben een beetje bang, maar oké. Er was een meisje genaamd Lotte. Lotte was mega fan van Verstoppertje en speelde dat het liefst de hele dag. Alleen op een dag kon haar vriendinnen Lotte niet vinden. Wederom tijdens Verstoppertje. Waar was ze dan, vraagt Chantal. Tot de dag van vandaag, onbekend. Onbekend? Wacht, je wilt zeggen dat ze nog steeds verstopt zit? Vraagt Chantal. Geen idee. Maar verhalen gaan dat Lotte soms nog eens langskwam bij haar vriendin. Om te tellen. Tellen? Vraagt Chantal. Je weet wel. Zoals bij Verstoppertje. Oh my gosh, dat is creepy. Stel voor, zij staat ineens in je kamer. Oh, wow. Oké, dat is eng. Dat is zo creepy. Oké, ik denk dat je werkstuk wel goed zit. Echt thanks, zegt Elise. Maar hey, kijk uit voor Mothman, hè. Elise, stop. Dit was, you know, de soort van creepy. Maar het was interessant. Abonneer op mijn geheime YouTube-kanaal. Link boven in de beschrijving. En weet je wat? Iedereen die vandaag abonneert, krijgt misschien wel een exclusieve video van ik die naar Mothman zoekt. Mag ik dan meezoeken? Als je maar geen tacos eet. De hele tijd. Maar taco's zijn mijn leven! Oké, abonneer en adios.